Nou, maar voordat ik naar de gebieden ga, wil ik toch eerst naar u persoonlijk. Want u bent een vervent natuurliefhebber, ook qua fotografie. Dan loopt u rond, dan struint u. Hoe moet ik me dat voorstellen? Gaat u dan nu eentje met de camera en gewoon kijken? Dit heeft u allemaal gemaakt, dit. Ja. Ja, dan komt u dan toevallig tegen of hoe doet u dat? Nou ja, ik ben een kluizenaar altijd geweest, dus ik ben veel alleen op pad. En ik neem wel altijd de camera mee. Dus dat doe ik wel in de zomer, in de winter. Dus het is ontzettend leuk om dit dan tegen te komen en dan te fotograferen. En deze specht is ook natuurlijk fantastisch. Voor het eerst eens even uit het hol komt kijken. Die denkt, wat is dat voor rare man die daar staat? Eigenlijk, dus dat is eigenlijk ook dat beeld. En deze uil moet u even zien. Even kijken. De ene uil die kent me goed, maar links van hem zie je verrast kijken zijn vriendin. Dat is en die denkt, wat gaan we nou toch krijgen eigenlijk? Dus dat is echt, ja, ik vind het fantastisch. Eigenlijk zo'n foto moet zijn dat je er lang naar blijft kijken. Eigenlijk. En hoe kijk je, want ik weet dan, dat lijkt me, want ik vind het ook fijn om op die manier te doen, maar dan loop je vaak ook alleen, of in ieder geval niet met veel mensen. Nee. Een effect van zo'n verkiezing kan zijn dat de gebieden heel populair worden, zowel in binnen- als buitenland, waardoor het drukker wordt. Hoe ziet u de verhouding tussen aan de ene kant de rust die je zoekt in de natuur, en aan de andere kant de aandacht die je vraagt van natuurgebieden, waardoor veel meer mensen naartoe zouden kunnen gaan? Nou kijk, er zijn altijd problemen in het leven, maar de natuurgebieden die ze ingediend zijn allemaal groter geworden. Dus in die grotere gebieden kan je ook makkelijker rustgebieden creëren. Dus je zegt, luister, dat laten we rustig voor de natuur. Maar je moet wel ook, kijkers, net als Open Monumentendag. De Open Monumentendag heeft letterlijk en figuurlijk de deuren geopend van die monumenten. Daarvoor was onbekend maakt onbemind. Mm. En zo zie ik het ook. Je moet die parken wel openstellen. Dat men zegt, dit is ons park. Daar kom je niet aan. Dat vind je ook bij die monumenten. Dat zou aardig zijn. En natuurlijk, je hebt kwetsbare gebieden, moet je gewoon sluiten. Moet je niet moeilijk over doen dat je zegt, dit is voor de natuur om tot rust te komen. En als die gebieden groter worden, kan dat ook.